ieder geval een leuk rondje, hè? Tot volgend jaar maar weer. Mij, doe niet. Ze zit niet aan mijn kromme camera te likken, gek. Maar dan nog denk ik, stel je eens voor dat dat het hele leven zo blijft. En dat jij maar continu zit te wachten. Hallo, hallo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vrijdagvideo. En hij is wat anders dan anders. Ik heb een hele rare werkweek namelijk. Zoe is echt af en aan koortsig met kiezen en nou ja, alle dingen die erbij komen kijken. Dus mijn werkweek viel een beetje in het water. Dat zul je in mijn weekvlog komende maandag wel zien. Dus ook de video van vandaag viel eerlijk gezegd een beetje in het water. Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon die Cezanne-shop nog opnemen. Maar er was gewoon geen tijd meer voor. En ik wil het ook echt een leuke video maken. Maar goed, misschien anderzijds denk ik, misschien is het ook niet zo'n ramp. Want het is misschien ook wel leuker om die video ook echt heel mooi aan te pakken bij Willemijn thuis met onze profi-camera. Dus in principe denk ik misschien een geluk bij een ongeluk. Vandaag even een dagvlogje. Het is vandaag donderdag. Op donderdag zorg ik meestal voor de kinderen. Soms op donderdag doet Jorik het als ik echt nog wat voor mijn werk moet doen. Maar over het algemeen doe ik op donderdag. Mama, is een beetje mijn dag samen met jullie, ik hè? Ik vraag op jou. Door de week dan, hè? Bedoel ik. In het weekend zijn we toch sowieso samen. Wil je op mij? Ja. Je bent zo zwaar. En we zijn gewoon lekker een beetje hier aan het keuvelen. Ja, maar morgen heb ik een verrassing voor jou, hè? Wat gaan wij morgen doen? Wat denk jij dat we gaan doen? Ik weet het niet. Nee? Jij wel? Ja, ik weet het wel. We gaan samen iets heel leuks doen. Waar denk jij dat wij morgen naartoe gaan? Ik weet het echt niet. Oké, ik kan beter zeggen naar wie. Naar wie gaan wij morgen toe? We moeten heel lang daarvoor in de auto rijden. Jelle en Gijs. Nee, niet naar Jelle en Gijs. Jelle en Gijs wonen heel dichtbij. We gaan heel lang samen in de auto rijden, jij en ik. Door de tunnel. Gaan we naar? Op mijn oma! Ja! Wij gaan morgen even op visite bij kleine oma en opa. En daarna gaan we naar tante Renate en Jim. Daar mogen wij logeren. Daar gaan wij twee nachtjes logeren samen. Vind je dat leuk? Oh, wat is er? Heb je iets in je mond? Oh, een stukje schil van de peer. Dus morgen gaan we gezellig samen met opa en oma. Gaan we morgenochtend eerst even samen wat lekkere boodschappen doen voor in de auto. Kopen we lekker even wat eierkoeken en zo. Zin in! Ja! Daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Vind je het leuk dat we morgen naar opa en oma gaan? Even? Ja, wel leuk. Ja, ik vind dat ook leuk. En zoals je ziet is die weer lekker een pestbende ook overal. Ja, verschrikkelijk. Ja, ik laat ze maar bij zitten hoor. Ik doe het s'avonds allemaal wel. Overdag denk ik, ja, maar soms ruim ik tussendoor op, maar soms ook niet. En deze dame, ja, die is een beetje zo meh, meh, meh. Wel ok, hè meid? Hé schatten, we gaan zo meteen wel even aankleden. Hè? We zitten nog allemaal in de pyjama. Het is wel eens geteerd. Hè, we zijn altijd lekker langzaam, hè? Dit heb ik echt zo vaak op die donderdag. Ik vergeet dan echt goed voor mezelf te zorgen. Want die gasten, jongen. Dan maak ik brood, weet ik veel wat. Heeft de ene doe ik echt alweer op. Die wil dan snel weer wat anders. En ook echt grote eters, weet je wel. Overdag dan, want s'avonds eten ze echt geen klap. Maar dan denk ik echt, elke keer als ik dan wil beginnen mijn eigen brood, dan wil de een weer wat, weet je wel. Herkennen ouders dit? Echt man, het is nu bijna tegen de middag aan. Ik heb echt nog steeds niks gedronken en gegeten. Vind ik zo irritant altijd. Echt, En altijd al papier wat je erachter me ziet, dat moet nog aan de straatkant. Maar goed, het is echt al gewoon bijna tegen de middag aan. Nog steeds niks gegeten. Dus voor mijn gevoel kan ik pas rustig eten als Zoe in bed ligt. Want dan hoef ik die niet continu te verzorgen. Die zit nu ook echt in een fase dat ze ook heel erg plakkerig is en bij je hangt en zo. En je moet echt de hele tijd iets met haar doen. Dus dat is echt zo'n fase dat je echt het gevoel hebt dat je echt niks anders kan dan alleen maar daarmee bezig zijn. Je merkt wel, zodra kinderen ouder worden, is het wel echt een stuk makkelijker. En ik kan eigenlijk alleen wat rustig drinken en eten op dit moment. Als Mike voor een filmpje zit en Zoe in bed is. Want tussendoor is het gewoon echt, ik weet niet waarom. Dan probeer ik echt af en toe te stoort eten. En dan komt er wat tussendoor, dan valt er weer een. Of, ja, echt bizar hoe dat gaat. Ik ben ook altijd blij als Jor er is. Want die zorgt eigenlijk altijd voor het eten. Die zorgt gewoon voor dat ik af en toe even een broodje tussendoor kan eten. Maar in je eentje is het toch echt best wel aanpoten. Af en toe. En ik denk dat zo meteen als Zoe op bed ligt, ga ik ook maar eens even mijn kwasten wassen samen met Mike. Want dat moet hoog nodig gebeuren, die make-up kwasten. En ik dacht, het is wel een mooi moment om dat lekker te gaan doen. En voor het geval mensen denken, moet je niet even je haar wassen? Jongens, ik heb het gewoon gisteren gewassen. Maar het staat gewoon helemaal omhoog. Vanwege al die kleine haren. Echt, het ziet er niet uit. En pas eind april of zo gaan we naar Sjoe.
Dus ik moet het nog echt minstens 6 weken uitzingen met dit haar. Nou, zit eens hoor, hepie nepie. Ik heb Mike even snel een filmpje gezet. Kan ik tenminste even wat doen, want... Zo, en dit weer trouwens, zeg. Moet je kijken. Man. Kijk, en dan heb je eindelijk een boterham en dan krijg je dus dit. Wat zeg je? Wat is er? Deze? Ja, dat zou je wel willen, hè? Ja, hier, kijk, dat bedoel ik. Heeft 2 boterhammen op en een beer. En natuurlijk is dat van mama altijd het lekkerst. Zo, lekker ding. Het is tijd voor jou om naar bed te gaan. Hè? Het is 1 uur. Ja, en ik ga hem ook maar eens even aankleden en Mike even aankleden. Hè? Pak die maar even, pak ik je slaapzak. Nou, volgens mij is ze over het ergste heen van haar kiesjes. Want ze voelt eigenlijk wel weer wat beter. Wat fitter weer, dus dat is fijn. Zie je echt altijd zien, de dag ook na de crash, hè? Zo, daar zit hij hoor, eindelijk aangekleed. Ik ga denk ik toch even lekker deze open. Ik denk dat ik zondagavond dan de rest eventjes een beetje ga passen. Maar ik wil nu even dat spijkerpak eruit pakken. Eens kijken of dat past. Dit soort dozen denk ik altijd, hoe hebben ze dat nou in hemelsnaam verpakt, man? Ik snap er geen bal van. Nou, die doos is eindelijk open. Ik heb hem aan. Oh, ik vind hem wel echt heel cool. Heel tof ding. Ik ben ook echt heel blij dat ik gewoon een maat groter genomen heb. Daarom wil ik er ook een hele video over maken. Want ik wil ook even een aantal dingen vertellen over de maatvoering bij Cézanne. Het enige wat ik wel minder vind. Ik zal even op de stoel gaan staan. Dan kun je even zien hoe hij er verder nog uitziet. Ah, zo. Kijk, zo ziet hij er verder nog uit. Tadaa. Riempje erbij. Die kun je er ook afhalen. En dit is hem van de achterkant. En de pijpen zijn... een beetje, nou, iets wijder aan de onderkant. Dat vind ik wel leuk. Niet heel wijd, maar een klein beetje. Nou, het is in ieder geval een leuk rondje, hè? Bij zo'n pak uit 1 stuk heb ik al heel snel dat ik denk, ik weet niet, als ik mijn normale maat bestel qua broeken, dat is 42. Als ik dan hier 42 van bestel, dan weet ik niet zeg maar, of het hier goed zit, weet ik veel wat. En met spijkerstof ben ik altijd een beetje met dennen, dat ik denk, dat geeft nooit zo heel erg mee. Dit rekt ook niet mee heel erg. Kijk, zit er een beetje rek in. Nee, het is best wel stijve stof. Dus daarom ben ik wel blij dat ik hier 44 van genomen heb. Wil ik in ieder geval dat het bij mijn tieten dicht past. En dat het gewoon verder goed zit. Ja, het enige nadeel is, dat heb ik dus altijd last van. Ik heb gewoon hele smalle schouders. Zoals Wil, daar ben ik altijd heel jaloers op. Willemijn heeft ook echt wat bredere schouders. Dus dan vallen die schoudernaden vaak veel mooier. Want die schoudernaad zit eigenlijk hier. Dat is veel te laag. Officieel zou mijn schoudernaad eigenlijk hier moeten zitten. Daarom is eigenlijk kleding met schoudervullingen bij mij wat mooier. Want dat... Hoe zeg je dat? Dan is mijn figuur iets meer in verhouding als het ware. Ik heb gewoon alles is bij mij lekker voluptueus en groot. Maar mijn schouders zijn dus heel smal. En het enige wat ik wel vind. Dit is wel echt een soort van. Ja, allemaal best wel extra stof of zo. Ik weet niet. Dat vind ik wel een beetje raar uitzien, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dit is een beetje van. Kijk, van de zijkant denk ik dan. Maar goed, verder vind ik hem wel echt heel erg leuk. Dus de vraag is een beetje van, zouden ze dat nog in kunnen nemen misschien bij een kledingmaker? En zo ja, hoe ziet het er dan uit? Maar dit is een beetje alsof je echt te veel stof hebt. Dat is denk ik misschien wat nadeel. Ik heb gewoon heel kort bovenlijf ook. Ik bedoel, mijn bovenlijf bestaat echt uit een groot deel tet. En daarna gewoon, zeg maar hier stopt het eigenlijk al. Daar hebben we ook altijd, ja, dat er gaat, ga je gewoon echt kleding op maat moeten hebben. Ik zal even heel snel door de rest van de kleren heen gaan die ik gekocht heb. Ik ga ze in een video echt even uitgebreid laten zien. Ook gewoon even de details en zo. Deze, een foleren shortje, een groen basic shirtje, een ander bordeaux truitje. Ik heb in dezelfde soort stijl ook hier de short van gekocht. Een bruine foleren short. Ik ben blij eerlijk gezegd dat ik het allemaal in maat 44 toch gekocht heb. Ik was even bang dat ik dit toch in mijn eigen maat had gekocht. Maar gezien de stof en zo denk ik, nee. Op zich van merken zoals Zara, H&M, maar shop ik wel eens meer. Mango, dat past 42, maar prima gewoon van de onderkant. Maar bij Cézanne heb ik toch zoiets van, laat ik maar 44 doen. En bij sommige broeken is het een misser. Die broeken die ik eerder heb gekocht. Daarvan denk ik, ja, die zitten nu toch wel een beetje slapjes bij de kont inmiddels. Dat ik denk, maar het gekke is op zich, het paste hier eigenlijk wel prima. Gewoon bij de sluiting. Want daarvan denk ik, ik weet niet of ik een 42 had aangekund bij Cézanne met die sluiting hier. Maar gezien de booty denk ik... Ja, had voor mij net al strakker gemogen. Maar goed, die broeken zijn dus nu wat meer baggy. Dus zo zie ik ze dan maar. Hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dit is een heel mooi zwart jurkje. Je ziet nu eigenlijk de mooie details hier niet van. Het is helemaal gevlochten, zeg maar. Dat wil ik ook liever met een grote camera of de profi-camera filmen. Dit is gewoon een basic wit shirtje. Ik wist niet eens meer dat ik die wil bestellen.
Dit is een hele mooie jurk. Wel een beetje spannend, want het is van zijde. En met een beetje metallic erin. Ik vond hem wel echt heel erg mooi. We gaan het zien. Inderdaad, of die mooi genoeg is. Die jurken heb ik dus wel in maat 42. Ja, omdat die ook verder hier geen sluiting hebben. En anders wordt het wel echt zo'n enorme wijde tent. Bij mijn figuur dan. Dus dat is ook niet handig. Deze was er ook volgens mij nog maar even denken hoor. Oh ja, nog een zwart shirtje met hele coole mouwen. Heb ik gekocht. En ik heb ook nog deze jurk gekocht. Het was, hier was nog maar één maat van over. Dacht, nou, die probeer ik gewoon. Ik zie wel even. Dit was een maat 40. Nou, in principe heb ik vaak van boven 40-42. En van onder vaak 42-44. Dus het spant er dan altijd een beetje om. Maar ik dacht, ja, zo'n jurk, weet je wel, dat kan gewoon... Er zitten drie knoopjes aan de bovenkant, zie ik. Ik dacht, ik moet er maar eens even kijken of die past. Maar verder is die vrij... Ja, is die heel stretch? We gaan het zien. Nee, dat is ook vrij stijve stof, moet ik zeggen. Nou, we gaan zien of die... goed past en zo niet, dan gaat hij gewoon terug. Over maten gesproken, ik had gisteren bikini stories gedeeld van mezelf in bikini. En daar kreeg ik zoveel lieve reacties op van heel veel vrouwen die zeggen, oh, ik wou dat ik dat ook kon doen, ja of nee. Maar weet, het is voor mij ook best wel een ding om dat online te zetten. Maar juist omdat ik vind dat je het veel meer zou moeten zien, dat ook vrouwen gewoon van mijn maat, gewoon maat 42, 44, ook gewoon een bikini aan zouden moeten kunnen. En ook gewoon vele malen daarboven. Denk ik, ja, weet je, maar ik zou het ook wel eens meer willen zien. Dus ook als jij bijvoorbeeld deze zomer wel een bikini aan zou durven, dat sterkt andere vrouwen ook weer. Want als de ene zo'n vrouw ziet lopen in bikini, dan kun je ook en gewoon ziet dat die er gewoon denkt, nou oké. Okay, en misschien ben je wel hartstikke onzeker als je hem aantrekt. Ik denk ook echt niet dat ik heel zelfverzekerd over het strand heen loop straks in een bikini. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, stel je eens voor, tot deze realisatie kwam ik, stel je eens voor dat je het lijf wat je nu hebt... He, misschien denk je wel, ik wil eerst 10 kilo aankomen, vind mezelf veel te dun, dat zou natuurlijk kunnen. Misschien denk je wel, joh, ik wil 20 kilo afvallen, vind mezelf te dik. Wat dan ook, het maakt niet uit. Deze boodschap is gewoon voor iedereen, ongeacht hoe je eruit ziet. Kleine borsten, grote voeten, kleine voeten, maakt niet uit. Dunne billen, dikke billen, weet je, het maakt niet uit. Stel je eens voor dat je dit figuur, dit lichaam wat je nu hebt, dat dat zo de rest van je leven zou blijven. Nou, misschien val je wel eens een keer af, misschien word je weer eens een keer wat dikker. Maar dan nog denk ik, stel je eens voor dat dat het hele leven zo blijft. En dat jij maar continu zit te wachten totdat je dan een bikini aan mag. Dat jij continu denkt, ja maar als ik dat, dan mag ik een bikini aan. En natuurlijk doelen stellen, dat is prima hoor, hartstikke goed. Maar als jij je leven, heel je leven lang al jaren dit soort doelen aan het stellen bent voor jezelf. En je komt dan niet en je haalt het maar niet. En dat je denkt, laat je wat, laat maar, want ik ben er veel te dun voor of veel te dik of... weet ik het wel, dan zet je jezelf gewoon echt continu in de wachtkamer. Ik zat dus te denken, stel je voor dat ik dit figuur hou totdat ik in 90 ben. Nou, in de hoop dat ik überhaupt 90 mag worden. Maar dan denk ik, wauw, hoe lang moet ik dan gaan wachten tot ik tegen mezelf zeg... Nou, van deze zomer mag jij lekker een bikini aan, meid, in de tuin. Of mag jij lekker topless gaan liggen of zo. Of weet ik veel wat. Ja, dan kun je inderdaad gewoon echt wachten tot je een onzicht. Maar daar schiet je gewoon echt geen band mee op. Dus daarom denk ik van, ja, daarom doe ik het maar gewoon. Ik heb 10 jaar lang geen bikini aan gehad. Ook omdat ik allerlei gedachten over mezelf had. Vooral van, ja, je bent er te dik voor. Rolmops, ja, nu, ja. Maar daarom wil ik met deze video zeggen, trek het gewoon aan. Hè, Mike? Gewoon bikini aantrekken, hè, deze zomer. Ik wil graag op die stoel staan. Wil je graag op die stoel staan? Oké, dat mag. Anyway, dat is mijn boodschap voor al die mensen. Zet jezelf gewoon niet in de wachtkamer je leven lang. Dat is zonde en nog eens zonde. Dus daarom denk ik, ik trek een bikini aan deze zomer. En ik hoop jij ook. Lukt het? Nou, dan wordt het helemaal wazig, joh. Mike, doe niet! Ze zit niet helemaal klaar mijn camera te likken, gek. Kom, we gaan mijn kwasten wassen, mafkees. Anyway, dat wilde ik in ieder geval zeggen over bikinis, badpakken. Maakt me niet uit, want misschien durf je nog niet eens een badpak aan. Dat zou kunnen. Alsjeblieft, doe het gewoon. Doe het gewoon. En misschien voel je wel gigantisch kloten. Neem desnoods nog een andere outfit mee of zo. Dat je eventueel nog om kan kleden. Je denkt, nou, het is helemaal niks. Maar probeer het. Probeer het in ieder geval en heb gewoon scheid. Ja, als mensen wat van zeggen, dan denk ik, ja, kijk vooral. Weet je, je bent meer dan dat. En dat heb ik ook zoiets. Ik denk, vorig jaar zei ik al tegen mezelf, nou, nu ga ik wel een keer een bikini aandoen. En vervolgens doe ik dat dan gewoon niet. Want ja, te dik, te veel rollen, ja, ja, ja. Terwijl ik denk, ja, ik vind bikini hartstikke leuk. Fuck it! Zo is ook alweer wakker. Ik ga snel even de oude papier aan de straatkant zetten. En ondertussen ben ik lekker een tosti aan het bakken in de pan. En je zal zien, Mike hoefde niet, maar je zal zien, als je ziet dat ik aan het vreten ben, dan wil je natuurlijk ook. Nou, dan gaat er hier eentje mij helpen kwasten wassen, Mike. Laat maar zien, hoe doe je dat? Oh, dat is toch iets anders dan wat ik je net heb laten zien, geloof ik.
Deze is laatst gebruikt toen Mike mij opgemaakt had, hè Mike? Dat kun je wel zien. Nou, na één kwast hield meneer dat al voor gezien. Zucht, ik dacht dat is misschien wel leuk, maar ja, moet ik het toch zelf doen, hè? Zijn schoon hoor jongens, de kwasten. Dit is echt een mega oude kwast. Ik twijfel een beetje of ik die niet weg zal gooien. Die zal zolang ik kan herinneren een beetje blauw ook aan de onderkant. Een beetje groenig. Maar goed, ja, hij is nog wel heel fijn. En het is een van mijn weinige echte fijne blushkwasten. Ja, sowieso vroeg ik me af, hoe lang kun je kwasten eigenlijk bewaren? Ik heb dus nu net een heel deel weggedaan. Maar ik dacht, ja, die gebruik ik bijna nooit. Ik dacht, ik hou die van Zoeva gewoon. Zoeva, hoe je het ook zegt. Die hou ik sowieso. En nog een paar andere zwarte kwasten. Maar ja, hoe lang bewaar ik kwast eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat ik zo heel lang kan bewaren. En eigenlijk is het altijd hetzelfde liedje. Het is eigenlijk bijna geen werk. En toch doe je het niet. Ik wist gewoon niet eens wanneer ik ze voor het laatst gewassen had. Dat is natuurlijk echt vreselijk. Maar het is niet eens veel werk. Ik doe het 10 minuutjes of zo en dan heb je ze allemaal gewassen. Ja, echt zo lomp. Nou ja, tot volgend jaar maar weer. Zo, ik ben even buiten met Hepi en Hepi. Lekker in hun pakken. We gaan even lekker fietsen, hè Mike? En een stukje lopen. Kom maar. Ga je mee, Zoe? Kom maar, meitie. Ik vind het echt zo aandoenlijk. Heeft ze echt één van mijn vingers vast. En lekker een beetje struinen. Zo schattig. Zo, gaat hij lekker? Ik moet eens kijken. Ja, wat is er dan? Gewoon twee. Ja? Ja. Zo, dat is wel heel diep, man. Kijk, dit is een pijn. Lekker hoor. Lekker schobberen. Heerlijk, echt. Ja, dat wil je ook doen zeker. Nee. Soms dan loop ik hier en dan denk ik, zijn die twee van mij? Ik dacht zo surrealistisch. Nou, Michael eventjes bij Loes op visite. Dus we gaan even hallo zeggen. En dan blijven we gewoon even buiten staan. Even kijken hoe het met haar is. Lang geleden dat ik er gesproken heb. Net gezellig naar Loes geweest. Heeft hij nog lekker een mandarijntje gebietst, die daar. En nu gaan we nog lekker even kort naar de speeltuin. En dan zal Jor denk ik wel zo meteen thuis zijn. Ach, zij is altijd zo ontzettend lief mens. Zij heeft echt werkelijk waar helemaal niemand. Ook echt helemaal niemand. Maar zij is ook zo positief, vind ik dan. Tenminste, naar mij toe. Maar zij is gewoon, ja, voor mijn gevoel echt heel positief in het leven. En ze had eigenlijk helemaal geen bezoek gehad. Dus ze was echt blij dat er even iemand langskwam. Dus dat was echt wel even gezellig. Ik heb laatst tegen haar gezegd, volgende keer kom je anders maar even gezellig bij ons eten. Ja? Zo! Ja? Een groot zeemans die komt achter je aan. Nee toch? Moet naar boven komen. Oh, moet ik naar boven komen? Ja. Oh, oké. Ik zit een klein beetje aan. Oh. Maar ik kan niet goed naar boven, schat, in dat huisje. Het is zo ontzettend klein. Zo, hier. Ja, maar het is hartstikke klein. Mama. Hey, ga je nog... Hij zingt altijd over brandweerman Sam, zegt hij brandweerman Mike. En dat is heel accuraat. In plaats van accuraat. Ik vind dat zo grappig. Is heel accuraat. En we eten lekker een studentico's maaltijd, jongens. Rijst met spinazie, kaas en vissticks. Lekker goedkoop hoor. Zo, deze meneer zit lekker even in bad. En Jor heeft zo in bed gelegd. Ik ga zo meteen ook even douchen. Even mijn haar wassen. Het allerliefst zou ik het eigenlijk nog even feunen en even krullen met die hele kleine chopstick curler. Want dan heb ik gewoon 2 dagen plezier van mijn haar. Dan kan ik zondag gewoon weer omhoog doen en klaar. Maar ja, ik moet ook deze hele vlog nog bewerken. En eigenlijk nog mijn vreugdevol ouderschap cursus doen. Dat doen we eigenlijk elke donderdag samen, joh en ik. Dus heb ik nog druk. Dus of het met mijn haar wel goed gaat komen, dat weet ik niet. Maar misschien was ik het wel en misschien kan ik het morgenochtend wel even snel proberen in model te krijgen. Oké, ik ga maar een eind aan breien denk ik. Ik wil je bedanken voor het kijken naar dit dagvlogje. Hoop dat je het toch leuk vond. Ondanks dat ik eigenlijk een andere video had gepland. Maar ik beloof jullie dat die zeker snel komt. En dat ik hem echt heel leuk ga filmen. Tot maandag. Dat is jullie mijn weekvlog. En fijn weekend allemaal. Ja, doei.